Dinsdagavond ging in Heumen 2017 officieel van start met de nieuwjaarsbijeenkomst. Voor Mariette Mittendorf was het de eerste nieuwjaarsreceptie in haar functie van nieuwe burgemeester. Ik ben nu al een week in functie. We hebben natuurlijk al heel erg veel mensen besproken op nieuwjaarsrecepties zoals deze vanavond. En daar krijg je heel veel. Ik heb het hele management van de gemeente al gesproken. We hebben alle medewerkers langs geweest. Ik ben al bij voetbalclubs geweest. Dus ik heb al heel veel informatie. En ja, omdat je toch op een bepaalde manier kijkt, kun je heel snel daar ook iets mee doen. Dus dat gaat goed. Traditioneel werd de vrijwilliger van het jaar gekozen. Dit jaar was dat Tini van der Goes voor zijn inzet voor voetbalclub Overasseltse Boys. Daarnaast werd ook bekendgemaakt dat Marjolein Pieks de nieuwe dorpsdichter is. Weet je, dorpsdichter, dat zie ik wel als een eervol ambt. Stadsdichter, gemeentedichter, dorpsdichter. Een ambt dat de mensen, de inwoners verbindt. En niet zozeer misschien alleen maar door gezamenlijk activiteiten te ondernemen of mensen samen te brengen in een zaal, maar juist ook mensen verbinden met hun eigen hart. Want ik denk dat als mensen vanuit hun hart, tenminste in contact staan met hun eigen hart, dat ze dat ook kunnen uitzenden naar de ander. En dat daardoor een nieuw soort verbinding in het dorp bestaat. Mensen die een gedicht nodig hebben, te voorzien van een gedicht. Dus dan kun je denken aan feesten, partijen, bruiloften. Dus ik wil iedereen bereiken met de poëzie.